Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Voorzitter, dit kabinet leeft in een eigen werkelijkheid. Ze leven in een eigen wereld en hebben zich in de Tweede Kamer omringd door een peloton aan ja-knikkers van coalitie en oppositie. Ze willen allemaal, zo bleek wel de afgelopen twee dagen, heel graag bij de premier op schoot. En de een doet daarvoor aan publieke zelfreflectie. En de ander geeft breedlachend complimenten, vooral aan zichzelf, maar ook aan de premier. En weer een ander zegt dat hij veel in zijn inbreng en in het beleid van de coalitie ziet. Maar voorzitter, in de echte wereld, buiten deze vergaderzaal, ligt ondertussen onze rechtsstaat aan het infuus. Aan de beademing, na mokerslagen te hebben ontvangen. Want de regering, en dat is de conclusie van vandaag, is niet meer overal de baas in ons land, is niet meer het gezag. Wanorde, geweld, terreur is wat de klok in Amsterdam en een aantal andere plekken in ons land slaat. Een advocaat, bruut doodgeschoten. Een broer van de kroongetuige vermoord. Een raketaanval, een aanslag op media. Granaten op straat, afgehakte hoofden voor coffeeshops. Voorzitter, de Marokkaanse maffia is de baas. En ze worden iedere dag sterker en iedere dag gewelddadiger. En dit kabinet, en minister Grapperhaus voorop, brabbelt wat over nieuwe grenzen die zijn overschreden, maar heeft er nul grip op. Nul grip. Smeekbedes van de politie eerder, vorig jaar, om duizenden extra rechercheurs te krijgen, sloeg Grapperhaus in de wind. De beveiliging van de familie van kroongetuigen en anderen was een grote gatenkaas. En zoals zo vaak in Nederland gebeurt er pas iets als het eigenlijk te laat is en als er onschuldige slachtoffers zijn gevallen. Voorzitter, naast die drugsterreur is er nog veel andere criminaliteit. Dagelijks worden er mensen in elkaar geslagen, vermoord, beroofd en verkracht in ons land. Onschuldige mensen. En natuurlijk gebeurt dat ook door Nederlandse criminelen. Maar vaak zijn de daders van niet-westerse afkomst. Marokkanen zijn zwaar oververtegenwoordigd in de criminaliteit. In 2014 wisten we dat al. Dat van de Marokkaanse jongens die in 1984 zijn geboren, 61% van één of meer misdrijven worden verdacht. 61% van de Marokkaanse jongeren. 80% van de Syriëgangers waren Marokkanen. Dus hoezo geen Marokkanenprobleem, meneer Rutte? Hoe durft u het te zeggen, geen Marokkanenprobleem in Nederland? Er stroomt een Marokkanengif door de straten van Nederland. Dat is geïmporteerd en gekoesterd door alle die nu, vandaag en gisteren krokodillentranen huilen. Schaam u. En voorzitter, ook voor wat betreft de portemonnee van die normale mensen thuis leeft er een hele andere werkelijkheid dan bij dit kabinet. Tientallen miljarden voor een fonds voor duurzame investeringen, maar de burger die de crisis heeft betaald en niet heeft geprofiteerd van die economische groei, krijgt een kruimeltje op zijn best. En de PVV zegt eerst investeren in mensen en dan pas in dingen. Mensen gaan altijd voor in dit land. Althans, zo hoort het. En de belofte van premier Rutte dat ze het fors zullen gaan merken in hun portemonnee moet nu worden ingelost. En daarom stelt de PVV-fractie voor om de motie, om de BTW op boodschappen te verlagen, om de huren te verlagen en om het eigen risico in de zorg af te schaffen. En vandaar mijn eerste motie. De Kamer gehoord de beraadslaging, constaterende dat de economie de afgelopen jaren met 10% is gegroeid en dat burgers daar niet of nauwelijks van hebben geprofiteerd. Overwegende dat premier Rutte heeft beloofd dat iedereen naar fors op koopkracht of vooruit zou gaan, in koopkracht of vooruit zou gaan, verzoekt de regering de verhoging van de BTW op boodschappen terug te draaien, de huren te verlagen en het eigen risico af te schaffen en gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval, dan maakt ze deel uit van de beraadslaging. Voorzitter,
Ik heb ook een voorstel gedaan over ABN AMRO. De mensen thuis, de belastingbetaler, heeft die bank gered. Anders was de bank, de systeembank, failliet gegaan. En dat kon natuurlijk niet gebeuren en dat mocht natuurlijk niet gebeuren. Maar de helft van die bank is nog niet verkocht. En als we dat wel doen, dan kan dat bij de waarde van nu zomaar weer 8 miljard euro opleveren. En u weet, we hebben 8 miljoen huishoudens in Nederland. En 8 miljard gedeeld door 8 miljoen is 1000 euro per Nederlander. Eenmalig, maar mensen, mevrouw de voorzitter, 1000 euro eenmalig is heel veel geld voor heel veel gewone Nederlanders. Misschien niet voor de mensen hier, maar voor de mensen thuis is 1000 euro heel veel geld. Vandaar de volgende motie. De Kamer gehoort de beraadslaging constaterende dat dankzij de belastingbetaler ABN AMRO is genationaliseerd en gered van een faillissement. Overwegende dat inmiddels bijna de helft van de aandelen van ABN AMRO is verkocht. Overwegende dat Mark Rutte elke werkende Nederlander 1000 euro heeft beloond. Verzoekt de regering de resterende aandelen ABN AMRO te verkopen en van de opbrengst 8 miljard euro te gebruiken om elk huishouden eenmalig 1000 euro te schenken als dankbetuiging voor het redden van deze bank en gaat over tot de orde van de dag. Ik had nog gehoopt dat de heer Jet hieronder zou staan, maar dat is helaas niet gebeurd. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval, dan maakt ze deel uit van de beraadslaging. Voorzitter, dan onze ouderen. Het is een grove schande en ik heb er geen andere woorden voor hoe zij worden behandeld. Hoe zij al jarenlang de klos zijn. Dat is echt onvoorstelbaar. De mensen die ons land hebben grootgemaakt, hebben opgebouwd, die jaren hebben gewerkt, zijn nu, als ze denken van een mooi pensioen te kunnen genieten, zijn ze de klos. Ze hebben de afgelopen jaar, ik heb het al gezegd, mijn eerste termijn, meer dan 6% kwijtgeraakt. En nu zegt het kabinet in de miljoenennota dat ze er 1% bij krijgen. En we weten allemaal, ik heb daar de collega's op geïnterrumpeerd, dat als dadelijk het zou gebeuren, waar het naar uitziet, dat de pensioenen worden gekort, dat de mensen er niet 1% op vooruit gaan, maar dat ze er veel op achteruit gaan. En dat is gemeen en dat is onrechtvaardig, want de ouderen kunnen niet meer door een baan te zoeken en te gaan werken hun inkomen verbeteren. We moeten hier in dit huis, dat moet een ereschuld zijn, moeten we ons hard maken voor de ouderen. En ik vind het echt onvoorstelbaar dat de coalitie de gepensioneerden zomaar laat vallen en weg laat komen met een vorige week ingediende motie die niet eens een resultaatverplichting heeft, alleen maar zegt, kijk er eens naar, onbeschoft. Voorzitter, geen kortingen. Vandaar de volgende motie. De Kamer gehoort de beraadslaging, spreekt uit dat ondanks de economische groei gepensioneerden jarenlang in koopkracht zijn achtergebleven en het onfatsoenlijk is gepensioneerden opnieuw achter te stellen. Verzoekt de regering de dreigende pensioenkorten van tafel te halen en gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval, dan maakt ze deel uit van de beraadslaging. Goed, voorzitter. Dan tenslotte het proces. Ik vind het echt met geen pen te beschrijven dat de minister-president in lijn met de coalitie reageert op mijn verzoek door te zeggen nee, bekijk het maar Wilders. Hij zei het iets beleefder, maar daar komt het wel op neer. En ik ga me niet uitspreken over de feiten. Ik zal nooit in deze fase aan die minister-president vragen om te speculeren. Ik snap dat dat niet kan. Maar wel om zich uit te laten over de feiten. En die feiten die zijn openbaar. Die zijn nogmaals door de minister Grapperhaus naar de Kamer gestuurd. Dan wel de feiten van de WOP-procedure, dan wel de feiten die het Hof heeft bevolen om openbaar te maken. En voorzitter, dat zijn feiten die erop wijzen, niet alleen die erop wijzen, die het keihard laten zien, die het bewijs zijn. Het is geen interpretatie, maar die het bewijs zijn dat ambtenaren van het ministerie van Justitie onder ministeriële verantwoordelijkheid van oud-VVD-minister Opstelten, ja, dat die hebben geïnterveneerd in mijn proces. Die daarmee de trias politica uit het raam hebben gegooid, die het proces hebben beïnvloed. En dat, en voorzitter, mag natuurlijk om een oordeel van de minister-president vragen. Wat hebben die ambtenaren gedaan? Laat ik dat nog eens kort zeggen, ook voor de Kamer als het dadelijk gaat om mijn motie. Ze hebben die ambtenaren van Justitie, het Openbaar Ministerie, geholpen met het bedenken en met het weerleggen van mogelijke verweren van de verdediging. En dat ging er om concrete juridische vragen. Als kan Wilders wel een beroep doen op de deelname van het maatschappelijke debat? Is er wel gesproken over nationaliteit? Moeten we niet meer inzetten op ras? Hele concrete juridische vragen hebben de heren van Justitie aan het OM
doorgegeven. Ze hebben ook juridische munitie aan het OM gegeven om een succesvollere veroordeling van mij, het staat er letterlijk, waarschijnlijker te maken. Het is toch werkelijk ongehoord dat een ambtenaar dat over een oppositieleider in dit land, ik heb het niet over Rusland of Noord-Korea, dat die dat zegt. Bijvoorbeeld de eindzin van wat ik toen heb gezegd, dan gaan we dat regelen. Letterlijk gezegd tegen het OM, geef ze door dat dat misschien een hele goede invalshoek is om te gebruiken in de vervolging tegen Wilders. En dan zei die ambtenaar, mailde dan naar de ene, oké, ik zal het doorgeven aan het Openbaar Ministerie. Voorzitter, dat zijn feiten. U kunt dat zien. Het ligt op papier. Het is geen mening, het is niet ergens in mijn hoofd. Het zijn keiharde feiten. Voorzitter, de ambtenaren wilden ook het requisitoor van het Openbaar Ministerie meelezen en wat nuttig opmerkingen doorgeven. Ambtenaren hebben ook het persbericht herschreven, waardoor de namen van de collega's Samson en Spekman, voormalige collega's van de Partij van Arbeid, eruit zijn gefietst. Dat kwam niet goed uit. Doe dat nou niet. Door de minister goedgekeurd, uitgefietst. Het is geen beslissing van het OM, heeft het ministerie gedaan. Voorzitter, nogmaals, het kan allemaal het daglicht niet verdragen. En als we zouden doen wat de premier zegt en we wachten tot na het proces en na het vonnis, dan, als we zeggen van, nou ja, de trias politica schaden we nu niet, ja, dan zet u mij tegen de muur. Met de rug tegen de muur, dan zegt u van, het is goed als in het begin de trias politica wordt met voeten wordt getreden, maar we gaan het niet herstellen, daar gaan we ons niet eens over uitspreken, gaan we eerst hangen en dan kijken we wel wat er gebeurt. En voorzitter, dat is vals. Dat is vals van de hoogste orde. En daarom zal ik nu, ik kan dat dus ook niet accepteren, zal ik nu een motie indienen. Ik zeg wel tegen de collega's het volgende. Op het moment, ik heb op verzoek van collega's net het debat niet willen onderbreken door een ordevoorstel te doen en om daarom hoofdelijke stemming te vragen. Ik doe dat nu dus om een motie. Maar ik zeg u wel, dat ook als deze motie niet wordt aangenomen, waar de regering dan misschien staatsrechtelijk in zijn recht staat om hem niet uit te voeren, want het is immers geen aangenomen motie, dat ook als de regering die motie, die wordt verworpen, niet uitvoert, wat normaal is in dit land, maar toch, dat ik dan de vertrouwensvraag zal stellen. In ieder geval, als de motie wordt aangenomen en die minister weigert hem uit te voeren, zal ik de vertrouwensvraag stellen. Maar als de motie niet wordt aangenomen en die minister persisteert in het niet antwoorden, zal ik ook de vertrouwensvraag stellen, voorzitter. En vandaar de volgende motie. De heer Klaver. Nou, voorzitter, even een bijna procedurele vraag. Maar de heer Wilders, het was even een schorsing over hoe gaan we hier nou precies mee om. En hij zegt, ik wil graag een motie indienen om te kijken hoe daarop wordt gereageerd. En ik wil de kans hebben om daarna een motie van wantrouwen in te dienen. En dat er dan een derde termijn zou moeten komen. Ik heb gezegd dat ik dat steun. Maar als hij nu zegt, er komt sowieso een motie van wantrouwen, dan weet ik niet precies waar we die derde termijn voor nodig hebben. Want die minister heeft altijd de kans om te zeggen, ik ga het toch doen. Dat zal hij natuurlijk eerder moeten doen als de motie is aangenomen. Maar ook als de motie niet is aangenomen, is dat voor mij afhankelijk of die minister dan toch zegt, ik ga in op uw verzoek. Dat hoeft dan misschien niet meer als die motie is verworpen. Maar voor mij, en ik zeg u dat eerlijk nu, dat we dadelijk niet de discussie krijgen in de derde termijn. Ik heb dit gedaan op uw verzoek onder andere om te voorkomen dat we het met een ordevoorstel hebben moeten doen. Als de minister niet ingaat op antwoord geven op die vraag, motie of niet, dan zal ik de vertrouwensvraag stellen. Voorzitter, de heer Klaver. We weten hoe dit gaat lopen. Namelijk, de minister-president was volstrekt helder in wat voor antwoord hij zou geven. Dus weten we ook dat hij daar niet verder op in zal gaan. Dan kan ik hem ook meteen indienen als u dat liever wil. Ik zou u dan in overweging willen geven. Dan heb ik geen derde termijn nodig. Dien dan de motie van wantrouwen in. Prima. Geen enkel probleem. Ook zuiver. Dan doe ik dat. Want de minister-president heeft gezegd dat hij het niet zal steunen. Mijn motie zal naar alle waarschijnlijkheid niet aangenomen worden. Dus dan zal hij nog meer zeggen dat hij het niet zal doen. Ik vind dat in beide gevallen onacceptabel. Dus dan denk ik dat het goed is dat ik nu meteen de motie van wantrouwen indien. De heer Worden. Mevrouw de voorzitter, onze fractie is relatief klein in deze Tweede Kamer. Maar ik wil wel tegen de heer Wilders zeggen dat wij hem volledig steunen. Dat wij het ongelooflijk vinden dat dit kan gebeuren in Nederland. Dat een oppositieleider wordt vervolgd om zijn mening door een ministerie dat hem duidelijk de mond wil snoeren. Dat wij niet gedacht hadden dat zoiets in Nederland zou kunnen gebeuren. Dat onze Eerste Kamerfractie hier ook volledig achter staat dat wij dit steunen, dus dat dit niet kan.
dat onze hele partij, onze hele beweging echt geschokt is door wat er naar buiten is gekomen. Dat wij dus ook een motie van wantrouwen zullen steunen in de Kamer, maar ook daarbuiten de heer Wilders volledig zullen steunen. Want dit kan ons allemaal gebeuren als zoiets mogelijk is in Nederland. Dit kunnen wij op geen enkele wijze accepteren. Goed, voorzitter. Veel dank aan de collega van Forum voor Democratie voor zijn oprechte steun. Mijn collega's en ik stellen dat zeer op prijs. Voorzitter, vandaar dan maar de volgende motie nu. Ik vind het echt heel jammer dat ik hem in moet dienen. Hoor. Ik had liever gehad dat de premier gewoon antwoord gegeven had op mijn vragen. Ik hoop dat hij dat ook gelooft. Ik ben hier niet naartoe gegaan deze week om een motie van wantrouwen in te dienen. Maar ik doe het nu toch. Maar het is een andere dan andere jaren, want dit is echt wat mij betreft zeer principieel. Voorzitter, de Kamer, grote beraadslaging, zegt het vertrouwen op in de minister-president en gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat voorzitter, en tenslotte, ik heb het ook in mijn eerste termijn gezegd, wat er ook gebeurt, wat er ook met het proces gebeurt, wat er ook met de motie gebeurt, u zult ons niet klein krijgen. De PVV zal alleen maar groter worden, de PVV zal alleen maar sterker worden. De Nederlanders zullen weer op de eerste plek komen en wij met z'n allen, 20 en hopelijk nog veel meer in de toekomst, gaan daarvoor zorgen. Dank u wel. Dank u wel.